Hallo beste kijkers en welkom bij deze nieuwe video. Ik denk dat ik zelden heb meegemaakt dat de markt zo naar de kloten was als dat hij nu is. Er is dus nu, naast dat de David Luiz SBC en ook nog de Base Icon SBC er is, is er ook nog een nieuwe bijgekomen. Namelijk de One-To-Watch SBC. Je kan One-To-Watches halen van de zomer, willekeurige One-To-Watches. Daarnaast ook Bundesliga upgrades, heel veel nieuwe SBC's die ook heel veel coins kosten om te completen. Om die reden gaan de kosten van 33 en 34 ratings zo omhoog dat ik voor sommige 34 ratings gewoon 10k moet betalen. Maar dat doe ik allemaal voor deze man, deze Spaanse god. Hij heeft namelijk in 15 wedstrijden 20 doelpunten gescoord en 11 assists gegeven. Dus dat is voor mij de drempelwaarde wat besloot om hem te gaan kopen. Ik heb gespeeld tot en met goud 3 en ik ben dus 14 om 1 geëindigd. Daarna had ik er genoeg van, toen besloot ik maar gewoon om te stoppen. Want ik moest ook dingen doen voor school en ook andere belangrijkere zaken dan Weekend League. Maar nu gaan we dus door naar het unlocken van een nieuwe icon en een nieuwe toevoeging in mijn elftal. En dat is Emilio Butragueño. We zagen natuurlijk net zijn kaart al, maar dit zijn nogmaals zijn stats. Het is ongelooflijk hoe goed die man is. Hij kan voorzetten geven, hij kan passen, hij kan dribbelen, hij kan zelfs een balletje koppen. Ik heb al een aparte review voor hem gemaakt in de Weekend League video. Heb je die nog niet gezien, dan zal ik een i'tje rechtsboven het scherm achterlaten. In de Base Icon video had je gezien dat ik ook al de icon had ingeleverd die ik kreeg in die video. Ook die kan je ook kijken via het i'tje rechtsboven. En dan weet je dus ook welke icon ik had gekregen uit die Icon SBC. Die was heel prima namelijk. Maar hij was niet goed genoeg om ook te gaan houden. We gaan maar eens beginnen bij de SBC's. De eerste is deze set bronzes. Ik heb sowieso een kleine trading tip. Probeer nu van al deze Base Icons, of deze Prime Icons moet ik zeggen, deze SBC te doen. Je kan namelijk deze bronzen spelers allemaal kopen voor 200 coins en maximaal 250 zoals je daar ziet. En dan kan je dus voor ongeveer 2,5k deze hele SBC voltooien. Daarvoor krijg je een zilver spelerspack en op dit moment zijn alle zilver zo omhoog geschoten in prijs. Denk erbij aan de Eredivisie SBC, de MLS SBC, die zijn allemaal nu heel veel waard. En zo is de kans dat je goede krijgt uit die zilver packies toch wel erg groot. Ik heb het met een aantal SBC's gedaan, daarmee heb ik makkelijk 50k verdiend. Omdat zoveel van die zilvers nu voor heel veel coins gaan. We gaan in de tussentijd door naar de zilveren. En dit was voor een groot deel de Belgische league. Omdat ik daarvan al een aantal spelers in mijn club had. We gaan even kijken. Zoals je ziet, de doelman had ik al. En voor de rest heb ik de meeste spelers wel. Voor ongeveer 350 coins gekocht. Die linksarter stond 1,8k. Maar ik had hem al in mijn club van destijds. En ik Santi Cazorla wilde vrijspelen. Dus vandaar dat ik hem nu gebruikt heb. Maar hij kost nu denk ik misschien 500 coins. Dus dat is niet dat je de 1,8k voor moet betalen zoals je daarnet zag. Wat ik voor betaald had. Door naar wereldklasse. Daarvan moet je 2 informs inleveren. En krijg je er een zeldzaam Electrum Players Pack voor terug. Hier is de vereis niet zo hoog. Het duurste is eigenlijk gewoon die 2 informs halen. Voor de rest moet je zorgen dat je genoeg zeldzame gouden spelers hebt die een beetje linken. En dan heb je het zo voor elkaar. Zo kom je uit de volgende namen. Klosterman en Bemba, Geel. Ik heb vooral spelers gebruikt die al in mijn club zaten. Behalve dan de informpiet die heb ik gekocht voor 15k. En 15,5k. Prima dus, zeldzaam Electrum Players Pack is daarmee ook van mij. En de volgende is de Icon SBC, maar ook die hebben we al voltooid. Dan krijg je een 100k pack voor. Dat 100k pack was voor mij niet zo heel prima, maar het maakt eigenlijk niet eens zo heel veel uit. Op dit moment zijn spelers zo hoog in prijs, als je gaat zien bijvoorbeeld bij Neto. 10,5k voor Norberto Neto. Dus als ik überhaupt 23 of 34 ratings pack uit deze pack was, dan ben ik al zo goed als binnen, krijg ik al een groot deel van mijn waarde terug. Daarnaast ook Gabriel Paulista, Gardel, Felipe en Eder Militão in vorm. Op het middenveld Alan en Luis Gustavo. Met ook nog Giuliano en Carlos Eduardo. Tot slot dan William José en Jonas. Voor 10k, die was namelijk gewoon extinct. Ongelooflijk, nog nooit meegemaakt dat Jonas gewoon extinct was. Hij is eigenlijk altijd een van de goedkoopste 34 ratings geweest. En dan hebben we er nog 3 te gaan. En dit waren ook tevens de duurste samen met de Icon SBC. Eerst beoordeling 84. Hier ben je toch al snel 150k mee kwijt. En ik moet ook 1 speler toevoegen, namelijk Luis Gustavo. Dat ga ik eventjes doen en dan kunnen we ook deze gaan afronden. We hebben de laatste speler toegevoegd en daarmee hebben we genoeg om deze SBC te completen. Het is voor een groot deel dus gewoon een League team met David Luiz en Alisson. Info Benitez van 30k, Hilton van 34. Nogmaals, die prijzen zijn op dit moment echt niet normaal. Ellison 18,7k, Stroman 4,8, Rabiot 5,4. Falcao 18 en Balotelli 2,9. En dan krijg je er een goud topspelerspack voor terug. Hopelijk zit daarin iets van goede spelers. Gewoon 33, 34 ratings is prima. En dan gaan we door naar de laatste 3. 35, 86 en 87 beoordeling. Voor de 35 ratings heb ik een Serie A team gebruikt. Met Verratti dan in het midden als random Italiaan. Voor de rest dan Chesney, Robben, De Vrij, De Rossi en Pepe Reina. Voor de rest ook Steven Berghuis, Verratti, Milinkovic, Savic en Perisic. Met tot slot nog Inform Luc de Jong en Ciro Immobile. Krijg je er een fijne kapek voor. Altijd lekker om even mee te pikken. En moet ik nu voor de laatste twee eventjes wat spelers terughalen van de transferlijst. Want dan kan ik namelijk ook deze weer afronden. Voor deze SBC is het slimste om twee nedigheden te halen. En dan nog een Inform die redelijk high-rated is. Dan kom je uit op Oblak met Godin en Inform Alisson. Deze kosten wel heel veel, 69k en ook 61k voor Godin. Voor de rest Savic 3.4, Mandanda 1.7, Alisson Inform voor 67. Op het middenveld voor de rest nog Rabiot, Draxler en Strootman. Met tot slot in de spits Memphis Depay. En dan krijg je voor deze 250k in totaal ongeveer een zeldzaam megapack. Maar nog veel belangrijker, we zijn nog één SBC verwijderd van Emilio Butragueño. Dan hebben we de Spanjaard in ons elftal. Dan moet ik eventjes nog deze gaan afronden. En dan hier de laatste horde om deze SBC te voltooien. Ik ben EA heel dankbaar voor het releasen. Voor het verkeerd releasen moet ik zeggen van Headliner Sommer. Is nu namelijk 92 rated, terwijl die eigenlijk maar 89 hoorde te zijn. Heeft EA ook erkend in een tweet. Maar hem toch gewoon 92 rated gehouden. Vind ik prima. Voor de rating is dat lekker. Voor 32k een 92 rated is altijd lekker. Daarnaast ook weer opnieuw Godin. En dan zoals je net ook al zag Oblak. Savic, opnieuw Navas. Op het middenveld Bouwman en Giuliano. Je hebt maar 60 teamgeest nodig, dus je kan best wel wat spelers uit positie. Kagawa voor 2.5, Danilo Pereira voor 3.6, Bruno Fernandes voor 3.6 en tot slot dan ook Bastos voor 2.6. En dan krijgen we een 100k pack, maar nog veel belangrijker. We krijgen de Spaanse icon Emilio Butragueño. Ik heb dus alle drie de versies uitvoerig gebruikt. De baby voor een potje op 50, de middelste voor 100 en de prime tot nu toe voor 15. Maar dit gaat sowieso naar meer snakken, want nu heb ik zijn Prime in bezit, een tradable zelfs. Dus hij gaat alleen ingeleverd worden als er echt een pure top-icon spits komt. Zoals een Ronaldo, bedoel ik dan de Braziliaanse Ronaldo natuurlijk. Of een andere die de moeite waard is om Emilio Butragueño voor in te leveren. We gaan even kijken wat ik net zei. Dit is dus het zilveren spelerspack. En daar zitten natuurlijk geen icons of zo in, maar je kan er wel heel veel waardevolle spelers uit halen. Stel je krijgt zijn centerback van Utrecht, ben je meteen 40k rijker. En ik krijg hier in ieder geval Sam Lammers. Voor de rest ga ik even kijken wat alles waard is. Lammers is bijvoorbeeld al 1.5k. En dan is dat toch alweer een klein deel van de hele uitgave terug. Dat zilverpack kost dus al helemaal prima. En het snakt toch wel naar meer. We gaan kijken bij het zeldzame Electrum Players Pack of daar het geluk zich een beetje voortzet. Met 12 spelers, 6 goud, 6 zilver. Allemaal zeldzaam. Ik hoop uit deze packs één welke te pakken. En dat is meteen al het geval. Hopelijk een paar goede. We kunnen de Prime Icons pakken. De Optimus Prime Icons. Maar nu krijgen we Ballack. Een CA, dus dat wat mecht is. Is toch al 30k zo terug. Een 37 rated uit het zelfs met Electron Players Pack. Is echt wel lekker meegenomen. Daarnaast krijgen we ook nog deze vorm. En die gaat zo te zien ook voor 15k. Dus dit is een zeer lekker packie. Uit de zelfs met Electron Players Pack toch gewoon een kleine 65k of zo gehaald. Ja, hier hebben we niet echt heel veel aan. Ik denk dat de spelers vast al voor iets zullen gaan. Maar ik ga ze gewoon naar de club sturen. Voor als ze toch wel wat meer waard zijn dan ze nu zijn. En dan gaan we door naar de volgende. Het zeldzaam mega pack. Dan door naar het 50k pack. Zeldzame spelerspack en dan nog het 100k pack. Hier weer een walkout. De tweede, kom op. Het is geen Prime Icon, maar het is wel een walkout in vorm. Een Duitser, een rechtsback. En dat wordt dan, of dit is rechtsbuiten bedoel ik. We krijgen Bellarabi van 35 reden. Dat is echt lekker. Jezus, dit pack is echt ziek goed. We krijgen Inform Bellarabi, Inform Skof, Piqué en Upgraded Witsel. Ik weet niet hoeveel deze waard zijn allemaal. Bellarabi moet ik eventjes voor snoepen. Die is 48k. Ik denk dat Piqué ook 30 is. Witsel zal ongeveer 20 zijn en Skof zal ook al 15k zijn. Gewoon bijna 100k gehaald, dit megapack. Dat heb ik nog nooit gezien, denk ik. Maar dit kan ik echt heel erg goed gebruiken. Ik ben nu toch wel een heel stuk meer gerustgesteld nu ik al deze goede spelers heb gepakt. Witsel ook voor 17,5k. En zo heb ik al minimaal 150 tot 200k terug in deze pack rewards. Ik was heel bang dat ik nu heel slechte packs zou krijgen. Dat we ook nog 4k krijgen als aan puur coins. Maar we krijgen nu al 2 walkouts, heel veel goede kaarten in Forum Piece. En we zitten nu weer bijna tegen de 200k aan. Kan dus eigenlijk al bijna niet beter. We gaan door naar het 50k pack, hopen nog op 1 walkout. En deze 3 laatste packs. Maar ik heb tot nu toe wel de beste rewards gekregen tot nu toe qua walkouts, denk ik. Uit zo'n Prime Icon SBC. Hier houdt het wel op, hopelijk nog wel een boordenkaart, dat niet. We gaan door naar het 50k pack. Het 50k pack was dus niet bepaald om over naar huis te schrijven. Maar we gaan het opnieuw proberen bij het 50k pack. 12 spelers, allemaal zeldzaam. Hopelijk daarin ook een goede. We krijgen geen 36 plus rated. Dat kan altijd nog in het 100k pack. Hierin ook geen 33 rated. Dat is wel een beetje opvallend. We krijgen als beste Marciano. Ja, we hebben niet heel veel aan. We gaan door naar het laatste en ook het beste pack uit deze video. Nou, tot nu toe best wel wat geluk gehad uit de packs. Gek genoeg uit de slechtere pakketjes de beste spelers gekregen. We gaan dus kijken of dit 100k pick, oftewel het beste pick, ons ook nog een laatste walkout gaat geven. 5k terugkrijgen uit dit pick zou helemaal perfect zijn. Dan krijg ik ongeveer 300k, wat ik dan totaal nog over heb om te gaan spenderen op andere SBC's, wat top is. Daardoor heb ik al een groot deel van de waarde terug. Hopelijk zit dus ook in dit pack nog iets goeds. Een walkout zou geweldig zijn. Wat zit erin? Er zit geen walkout in, dus dat is wel jammer. We krijgen dus uit de minste packs de beste rewards. Hier wel nog een informpie, een Fransman, dat wordt Alban Lafont denk ik. En dat is dan toch gewoon 15k terug of zo. Maar het is helaas niet een walkout. Daarentegen krijgen we wel een aantal 24 en 33 ratings. Want ik weet dat Savic onder andere voor 3k gaat. Pepe Reina gaat ook voor ongeveer 2k. En zo kan je dus toch al aardig wat coins sprokkelen. Omdat iedereen nu zo gek veel waard is. Het wordt dus nog even wachten tot alles verkocht is. Maar zoals je ziet heb ik uit deze packs echt wel goede rewards gekregen. 3 informs, Mertens, Witsel. Daarnaast ook een aantal 33 ratings en nog veel kaarten die moeten verkopen. Ook een aantal silvers zoals je daar zag. Lafont, Piqué moet ook verkopen. Dus ik krijg nog een heel groot deel van mijn waarde terug. En dan kom ik makkelijk uit op 300k in totaal om mee te gaan traden. Maar nog belangrijker, we hebben dus deze man gehaald. Emilio Butragueño. En dit keer is hij untradable en niet een leenkaart. We kunnen hem dus nu gaan gebruiken in de Weekend League. Ik hoop dat hij net zoveel doelpunten voor mij gaat scoren als de leenversie. En zijn andere versie die ik geprobeerd heb. Helaas heb ik nog niet zijn Prime Icon moment, die moet nog gereleased worden. Maar als die uitkomt, ga ik die ook sowieso vrij spelen. Hiermee zijn we dan uitgekomen bij het einde van de video. En wil ik jullie graag bedanken voor het kijken. Vergeet niet om de video te liken als je hem leuk vond. Als we 800 likes kunnen halen, zou dat helemaal top zijn. Linksboven je scherm zie je mijn meest recente video. Rechtsonder een random video die je misschien niet gezien hebt. In het midden de abonneerknop voor als je niet geabonneerd bent. En dan zie ik jullie hopelijk bij een van die video's. En tot die tijd zeg ik later mensen.